Na 3 jaar houdt Museum Siemij in Veghel weer een open actiedag. En actie betekent voor de vrijwilligers dat zij de verschillende apparaten draaiend aan het publiek tonen. Want in 3 jaar tijd hebben zij heel wat werk verricht. Nou, we zijn met een grote motor bezig geweest hier in de werkplaats. We zijn met de wagon op het spoorpark bezig geweest die we uit Venlo vandaan gehaald hebben. En ja, je hebt het allemaal in een bescheiden opstelling moeten doen, dus dat is wel jammer. Dat is ook waarom we wel heel blij zijn dat we nu wel vooruit kunnen. En we hebben het programma er ook een beetje naar aangepast. En we hebben ook ons vernieuwde frisdrank- en likeurmuseum hebben we open. Dus er is nogal wat te zien in zondag. Ook het apparaat wat hier achter jou staat, wat is het voor iets? We staan nu voor een Bugerus Eriekraan uit 1926. De kraan die is uit Amerika vandaan geïmporteerd door het aannemersbedrijf Blankenvoort en Van Hattem in Woerden. En heeft op talloze grote projecten in Nederland gedraaid. De dreglijn is gerestaureerd op de machinistenschool in Ede in de tijd. En wij hebben hem gekregen van het Bouwwegmuseum in Harderwijk, wat in de tijd opgegeven is. Ook op het spoorpark aan de Vorstenbosseweg is veel te zien en ook te doen. Daar hebben we de railfietsen, hebben we daar paraat staan. Dus dan kunnen de mensen een stukje op de railfiets fietsen. Maar ook onze nieuwe wagon van 19 meter lang, die we afgelopen januari in Venlo gehaald hebben, is daar te zien. En we hebben een soort expositie ingericht in de wagon die we opgeknapt hebben. Dus, en uiteraard onze locomotief, dus de SIC, die rijdt dan. Die is gestart, dus volop actie daar. Het vervoer vanaf de Noordkade naar het spoorpark regelt Siemij voor de bezoekers geheel in stijl. Ja, zoals dat ze eigenlijk van ons gewend zijn. We hebben ook voor dit jaar weer 1 of 2 oldtimerbussen georganiseerd die op en neer pendelen. Dus de mensen kunnen parkeren op de Noordkade, kunnen met de bus naar het spoorpark toe. En kunnen, als ze het daar gezien hebben, ook met de bus weer terug naar de Noordkade, naar hun auto of naar Siemij, wat ze willen.